Robert, AZ morgen. Het moet een makkie zijn voor NAC weer. Ja, hebben ze nou dit seizoen 2 keer verslagen en vorig jaar ook al een keer. Dus ja, in principe wel. AZ is de beste ploeg in Nederland op het moment. Wat me wel gestoord heeft, is dat iedereen het maar over het kampioenschap van AZ heeft. Dat vind ik even te makkelijk als je uit naar NAC moet. Want wij zullen er toch een heet avondje van maken. En ik denk niet dat AZ zomaar wegkomt met een overwinning hier. Met wat voor gevoel komt AZ denk je naar Breda? Nou, wel met een overtuiging. Die zijn echt duidelijk op een missie nu natuurlijk. Dat merk je aan alles. Maar ja, als je 2 keer het deksel op je neus hebt gekregen, dan zullen er toch ook links en rechts wel wat twijfels zijn. En van die twijfels moeten wij gebruik maken. Het is weer een wedstrijd waarin we zelf 100% moeten zijn. Waarin we zelf ook een beetje geluk zullen moeten hebben. Maar ja, het is gebleken dat het niet onmogelijk is. Kijkend naar de training van vandaag, speel je met een aardig vertrouwd elftal? Ja, nou ja, vertrouwd elftal in die zin dat we een aantal jongens terug hebben die niet 100% zijn nog. En dat spreek ik mezelf een beetje tegen. Tommy van der Leegte heeft natuurlijk lang niet gespeeld, maar is er wel weer bij. Martijn Reuzen lang niet gespeeld. Het is een beetje noodgedwongen, omdat we niet 100% fit zijn links en rechts. Jonas Kolka heeft een flinke tik op zijn knie gehad vorige week, nog vlak voor het einde van de wedstrijd. Is daardoor niet wedstrijdfit. En ja, we moeten een beetje schipperen. De opstelling wordt eigenlijk een beetje bepaald door de jongens die we niet hebben en door de blessures. Maar de gasten die spelen, ja, dat zijn wel de vertrouwde namen. NAC is vol overtuiging. Ja, waarom niet? Ik bedoel, we gaan nu een belangrijke fase in. We weten dat het echt moeilijk zal zijn. Het gek genoeg, het is misschien normaal dat je van AZ verliest. Maar we zullen ons daar zeker niet bij neerleggen. En we zullen om de punten hier te houden. Succes.